Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Focus op Gelderland. Programma waarin 6 enthousiaste hobbyfotografen worden gecoacht door 2 vakfotografen. Vorige week moest het team van Laurens aan de zandbak. En deze week is het de beurt aan het team van Maurice. Zij moeten figuurlijk gaan schieten en wel op een hele bijzondere en fotogenieke locatie, namelijk de Koninklijke Burgerzoo in Arnhem. Twee weken geleden leerden we het team van Maurice kennen in de eerste aflevering. Ze moesten een portret van hun coach maken. Het was nog een beetje onwennig en iedereen probeerde zijn draai te vinden. Maar het leverde gelukkig al best mooie foto's op. Er hoefde gelukkig niemand naar huis. Vandaag is het anders. Vandaag moeten ze aan de bak. Succes! Een hele goede morgen, Amy, Anja, Paul en Maurice. Ja, goedemorgen. Ja, het is vroeg. Erg vroeg. Hebben jullie een beetje een goede nacht gehad? Kort, maar wel kort, goed. Kort, maar goed. Ja, ja, precies. Vandaag gaan we voor het Eggie. Vandaag betekent ook dat het team iets kleiner gaat worden. En dat is een schone taak. Die is gelukkig niet voor mij, maar voor jou, Maurice. Ja, ja. En dat is iets waar je tegenop ziet. Ja, het is wel een last op de schouders dat je toch moet gaan kiezen tussen met wie je verder wil gaan. Ja. Maar dan nu de opdracht. Ja, we zijn in Burgers Zoo. Hè? En ik zie aan jullie dat jullie al meteen een soort van opgetogen zijn, want jullie verwachten dat jullie dieren gaan fotograferen. Toen dacht ik, jee, wat leuk. Ja, het is natuurlijk, dieren zijn altijd leuk. Niets is minder waar, want kijk wat jullie opdracht is. Maak een foto in documentaire stijl, reportagestijl, waarbij je de verzorger in actie ziet bij het uitoefenen van zijn vak. Ik vind de opdracht verrassend die ik te horen heb gekregen. Want je gaat naar Burgers, je denkt dat wordt een dier fotograferen. Welke? Dat zien we wel. Zij gaan hele dagen met de dieren om en dan kijk je een beetje achter de schermen. Ja, dat is natuurlijk ook fantastisch. Maak gebruik van het natuurlijk licht. Belangrijk is dat je niks in scène zet, want het is documentaire fotografie. Ja, het wordt natuurlijk een uitdaging om iets in een dierentuin te fotograferen zonder dat de dieren er per se op moeten. Maar ja, zonder verzorgers zijn er ook geen dieren in een dierentuin. Paul, jij gaat op stap, kan ik nu alvast zeggen, met Egbert. Oké. Okay. Amy, jij gaat op stap met Juri. En Anja, jij gaat op stap met Wilco. Maar ja, welke dieren er door hen verzorgd worden? Daar komen jullie vanzelf achter. Oh, ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Leuk. Voordat we beginnen, nog even kort wat uitleg van de coach. Een aantal dingetjes om rekening mee te houden is omdat we natuurlijk binnen en buiten gaan fotograferen. Let op je sluitertijd, zorg dat die niet te traag is, zodat je wel gewoon een fatsoenlijk scherp beeld krijgt. Zorg dat er ook interactie is, zorg dat we ook zien wat er gebeurt. Dus probeer er een verhaal in te vinden in de foto en zodat ze als kijker ook iets te zien hebben. Wat zijn nou de instellingen van de camera? Hoe pak ik nou de perfecte instelling? En heeft het me heel fijn mee geholpen. Ja. Maak ook vooral gewoon van allerlei foto's en zodat je achteraf ook gewoon keuze hebt in de nabewerking. En hoeveel foto's zou je ongeveer maken? Ik zou er geen 1000 schieten, want dan heb je in de nabewerking heb je natuurlijk ook heel veel werk. Als je ziet dat iemand telkens hetzelfde doet en niet beweegt, dan heb je daar eigenlijk geen 10 foto's voor nodig. En is er juist heel veel actie, dan zou ik juist wat meer schieten om dat juiste moment zeg maar, eruit te kunnen pakken. Mocht je even iets hebben van, wat zou jij doen? Dan kan je natuurlijk ook gewoon je coachmoment aanvragen. Nou, dan gaan we lekker aan de slag. Dus succes met de opdracht. Eens even kijken of de eerste kandidaat vandaag iets kan met de tips en tricks van Maurice. Ah, Amy. Ze staat heel braaf en vol spanning in de mangrove op haar verzorger te wachten. En je ziet haar denken, welke dieren zullen het worden? Hey, Juri.
Nou, olifanten zijn wel mijn favoriete dieren, dus daar hoop ik heel erg op. Maar ja, apen, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Ja, we gaan de zeekoeien voeren. Oh, dus je mag met me mee en dan ga je wat spullen halen. Nou, dan ga ik je volgen. Ja, dan mag je mee. Amy moet gelijk aan de bak, want Juri wil de zeekoeien niet laten wachten. Oké, nou, ik begin gelijk met foto's maken hoor. Oké. Heel wat brok voor de zeekoeien. Daar zijn ze echt wat gek op. Oké. Dus dan nemen we het mee naar onze grote zeekoeienruit en dan kunnen we het mooi onder water zien. Ja, is goed. Toen ik aankwam dacht ik echt, wat moet ik hiervan maken? Want het was eigenlijk precies waar de bezoekers ook liepen. Dus hoe kan je daar nou een origineel beeld van maken? Waarvoor je echt denkt van, oh, ik sta bij de verzorger van de zeekoeien. Fantastische beesten. Ja, echt mooi inderdaad. Ja. Ook dat kleintje. Vergeet je Juri niet? Nee, ja. Opdracht was eigenlijk... Ja, maakt mij niet uit, ik bedoel. Nee, je moet wel aan de opdracht voldoen. Ja. Nee, maar ik zie dat je helemaal gefascineerd bent door die zeekoeien. Wist je überhaupt dat een zeekoe er zo uitziet? Ja, zeker. Ja? Dat wist ik wel. Oké. Maar toen je vanochtend je wekkertje zet, had je nooit kunnen bedenken dat je... Nee, ik had niet de zeekoeien verwacht, inderdaad. Oké. En mocht je vastlopen, coachmoment? Ja, ga ik doen. Ja, dankjewel. Top, succes. Oké, ja, ik maak een foto als jij het erin gooit. Ja. Hoop ik. Dus dan gaan we hier even de brok hier in de hoek gooien en dan komen ze als schudders zo dadelijk mooi hier wat opeten. Een klein rustmomentje. Even kijken of de foto er al tussen zit. Nou, het kon beter, maar... Ja, het is wel gelukt. Kan ermee door. Top, kijken welke dieren Anja voorgeschoteld krijgt. Goedemorgen. Ja, Anja. Hello. Hoi. Wat gaan we doen? Nou, we staan hier op het buitenverblijf van de chimpansees. Oh, en wow. We gaan even naar binnen even wat voer pakken. En gaan we dan verspreiden, zodat jij hopelijk een hele mooie foto kan maken. En ik mag hier bij jou blijven? Ja. Oh, spannend. Oké. Ik kwam terecht bij de apen. Geweldig. Ja, ik denk dat ik wel mazzel laat hoor met mijn opdracht. Tenminste, ja, wie vindt apen nou niet leuk? Het wordt gelijk spannend. Goed links aanhouden. Achter het gordijn langs. Anja. Kijk eens naar rechts van je. Mooi, hè? En bij welke verzorger mag Paul zijn kiekje maken? Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Ik ben Paul. Echt maar. Goedemorgen. Ik mag met je meelopen. Ja, prima. Van waar komen die olifanten? Ja, eerst schoonmaken, hè? Heel verstandig. Ik zag een lege kooi. Ik denk, waar is dat nou? Wat gaat er gebeuren? Dat was eigenlijk het eerste wat ik zag. Ik heb wel het geluk gehad dat ik op de locatie mocht zijn. Maar niet op het moment dat de beesten er komen natuurlijk. Hè? Dat zeker niet. Tja, dan maar op standje mitrailleur. Ja, ik heb toch besloten om vandaag, ondanks het bewerken niet mijn puntje is, maar heel veel foto's te gaan maken om te kijken of we daar een plaatje tussen kunnen vinden. Gaat deze tactiek werken? Hij schiet in ieder geval lekker door. Nou, op een gegeven moment ben ik toch iets andersom gaan denken en vooral iets lager gaan denken. En ondanks dat mijn terrein vol lag met nog wat uitwerpselen van de dames, om het zo te mogen noemen, ben ik toch door de knieën gegaan. Ja, ik ben toch echt op een heel laag standpunt en daar zit een van die twee foto's waarvan ik hoop dat het hem gaat worden, zit daar wel bij, ja. Van de poep naar het fruit van de apen. Anja heeft ook nog geen beest gezien. Kan je misschien een beetje over me heen proberen te gooien?
Ook hier wordt weer erg veel geschoten. Dat wordt lastig kiezen straks. Dus ja, dat moet nog even flink zoeken. Maar ja, er zijn er ook een heleboel, heb ik al snel even gezien, zijn helemaal niet scherp. Dus je kunnen zo al... Nee. Nou, dan kunnen we volgens mij eventjes nog de takken gaan voeren. Ja, is ik heb hier al klaar liggen. Oké. Okay. Dus dan gaan we die hier mooi voor de ruit gooien. Dan kunnen we mooi dichtbij zien. Yes, helemaal goed. Ik wil wel eerst even om de coach vragen voor de instellingen. Ja. Ja. Oh ja, je zit op 1,40ste, dus dat is vrij krapjes. Wat heb je als ISO-instelling staan? Tijdens het coachmomentje had ik even de instellingen van de camera gevraagd. Want ik merkte dat de foto's niet helemaal scherp waren, omdat dus mijn sluitertijd te lang was. Die hebben dus ingekort en de ISO wat omlaag gedaan. En daardoor werden de foto's al beter. Dat net even een ander beeld is dan wat de gemiddelde bezoeker van Burger Zoo maakt. En even anders proberen te kijken. Yes, ik ga het proberen. Oké, nou succes nog. Ja, dankjewel in ieder geval. Tja, een goede foto maken is nog niet zo makkelijk. En de zeekoeien lijken niet zo onder de indruk. Business as usual. Dan kunnen we zo dadelijk nog even naar de andere kant wat andijvie voeren. Ja. Ja, het is echt heel lastig dat ze onder water zitten, logisch. Maar ik denk dat de opdracht van de reportage wel goed is gelukt. Want ik heb wel echt het beeld weten te vangen dat de verzorger echt de dieren eten geeft. Ik hoop alleen wel dat ik een foto heb waar zowel de verzorger als het dier goed op staat. Omdat de zeekoeien natuurlijk het grootste deel van de tijd onder water zitten. Ik hoor dat het tijd om is. Ja, dat is best gedaan toch? Ja, in ieder geval bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, uiteindelijk zitten ze vol, hè. Nou, ik ga kijken of er wat goeds tussen zit. Ja, goed. Dankjewel. Ja. Nee, ik heb nog geen idee welke foto ik ga bewerken. Nee, daar was ik veel te gestrest voor tijdens de opdracht. Oh, poep. Poep, 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 poep. Paul gaat maar door met het schieten van de poepfoto's. Maar nog steeds geen olifant te bekennen. Ik wil even een coachmomentje. Dan mag ik eens weer wat van de beelden zien. Natuurlijk, natuurlijk. Het is natuurlijk een rapportageopdracht. Hè? Dus het is ook wel. Het mooie van reportagefotografie is dat je ook echt gewoon dicht op de actie zit. Mm-hmm. En ik zie wel gewoon heel erg veel standaard standpunten, om maar zo te zeggen. Okay. Dus probeer ook eens gewoon wat dichter erop. En gewoon dat ik ook gewoon onderdeel ben van het moment. En niet dat het. Een beetje meer dit. Oh, gewoon lekker erin en echt, het is echt niet bang voor jou. Poep, 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 poep. Gaat hij dan nu eindelijk de olifanten halen? Nog eerst de wortels. Je moet een reportagefoto maken, maar je mag niet regisseren. Dus je bent een beetje afhankelijk van hoe die verzorger het plaatje gaat maken voor je. Want 50% maakt hij en de andere 50% die doe ik zelf. Nu lijkt er toch echt iets te gaan gebeuren. De laatste instellingen checken. Thank you.
Ik heb de dames nog wel gezien. Op veilige afstand natuurlijk. Maar ik heb ze nog even kunnen zien en er een foto van kunnen maken. Zo, we gaan nu de chimpansees hier voeren. En die komen straks via dat luik naar buiten. Zou jij de chimp naar buiten willen doen? Top, dank je. Doei. Dat was wel een gaaf foto net trouwens. Met dat touw. Met de honing ook. Ja. Kijk, dit is een schuif. Dus nou, kijk. Zo. Oh, daar heb je... Oh. Je hoort ook een stukje opwinding daarin. Nou, wat ik een beetje lastig vond is op het moment dat het dus moest gebeuren, dat je ja, qua standpunt natuurlijk niet heel veel keuzes hebt. Dus dat is een kleine beperking. Ja, ik kan natuurlijk ook niet midden tussen de apen gaan staan. Dus, ja, dat is ook logisch, maar dat was even lastig. Oh, die is gaaf. Anja, oh, een schermschieter. Hè? Want jij bent onze schermschieter. Hè? Zo, vanaf een afstandje. Je hebt nog 2 minuten. Oh. Dus ik hoop dat je hem hebt. Dat hoop ik ook. En zo niet, dan heb je dus nog 2 minuten ervoor. Ik ga mijn best doen. Maar gaat die goed? Ja, het is toch geweldig? Ik zie dat jullie er allebei heel veel plezier aan beleven. Ja, nou ja. Dus heel veel vrolijkheid. Dat pakken ze me in ieder geval niet meer af. Ja. Maar dit is natuurlijk ook een prachtig shot. Hè? Ja, ik mag niet voorzeggen natuurlijk, maar... Oké. Okay. Nog 1 minuut. Ik ga mijn best doen. Oké. Okay. Heel goed. Ja, gooit u maar. Dan het allerlaatste kiekje om vervolgens een rustig plekje op te zoeken om de foto's te gaan bewerken. Ik heb ongeveer 240 foto's gemaakt, dus fingers crossed dat er eentje bij zit. Het hoeft er maar eentje te zijn die goed is. Dus. Oh, maar dat zijn toch leuke foto's? Ja, vind je dat echt? Ja. Maar het is een beetje simpel of zo. Ja, ik kan nog steeds kiezen. Nee, maar laat het zien dan. Deze vind ik mooier. Die is beter. Ja, dit is een beetje... Dat je ook net zijn oog nog ziet. Ja, precies. Ja, echt mooi. Heel goed. Nou, van die ruim 400 foto's zijn er een tweetal die ik, waar ik de hoop op heb gevestigd dat die gelukkig zijn. Eén van de twee gaat het wel worden, ja. Ja. Ik heb 150 foto's gemaakt, zo ongeveer. Het is voor mij gewoon echt allemaal nog zo ontzettend nieuw. Dus ik heb gewoon echt ook een beetje hulp en aanwijzing nodig. Maar mijn medekandidaten zijn gelukkig heel behulpzaam. Heel uitgesneden. Ja, ik wil dit soort deze man. Ja, ik heb wel wat stress bij het bewerken gehad. Ik merkte toch wel dat buiten het feit dat ik veel te veel foto's had gemaakt, dat het programma me nog niet helemaal helder is. Dat is echt voor mij een leren momentje geweest voor vandaag. Genoeg is genoeg. En ze ploeterde nog even door. Je hebt net de foto's gezien, alle drie, bewerkt en onbewerkt. Eerste indruk? Ja, eerste indruk. Ze hebben wel goed volgens mij aan de opdracht gehouden. Ja. Of ik nou in elke foto echt die passie terug zie, dat ben ik er niet helemaal over uit. Maar nee. Ik vind het wel best leuke beelden geworden. Best leuke beelden? Ja. Ik proef een beetje uit jouw woorden dat je misschien lichtjes teleurgesteld bent. Nou, ik had misschien wel iets andere keuzes gemaakt, denk ik. Ja? Ja. Je weet dat dit de aflevering is waarin we afscheid gaan nemen van een van jouw teamleden. Ja. Van een van jouw leerlingen. Ja. We gaan ze gewoon er even bij halen. Dat lijkt me goed. Lieve kandidaten, jullie hebben vandaag de focus op Gelderland gelegd. Om precies te zijn op de verzorgers van Burgers Zoo. Even een kort tevredenheidsonderzoek. Amy, ben jij tevreden met het beeld wat je uiteindelijk hebt ingeleverd? Ja, het viel... Op zich mee. Okay. Nog niet helemaal tevreden, maar het viel mee. Anja, ben jij tevreden?
Nou ja, in zoverre, ik heb een foto. Ja, daar gelukkig. Dat was de bedoeling, mee. Hè? Ja, dus dat is gelukt. Nee, ik ben blij met wat ik gemaakt heb. Paul, ik zie je een beetje bedremmeld kijken. Ja, nee, ik ben niet zo tevreden over de foto. Nee. Waar ik wel blij mee ben, is dat er in ieder geval een verhaaltje in zit. Oké. Ja, in jullie geval hoeft er eigenlijk maar één persoon echt tevreden over te zijn. En het is Maurice. Ja. Maurice, voordat we verder gaan met het finale oordeel. Mm-hmm. Eerst maar eens even gewoon de foto's bekijken. Ja, dat lijkt me goed. Laten we beginnen met de foto van Amy. Yes, daar is die. Dat is hem. De zeekoe. Ik vind de interactie tussen de twee zeekoeien en de verzorger is wel duidelijk zichtbaar. Ik vind het ook wel leuk dat we door het glas heen toch de laagjes ook zien, zeg maar, van boven en boven en onder water. Dus ik denk dat je daar wel goed gebruik van hebt gemaakt en ik zou dat ook vooral volhouden. Mooie plaat. Mooie plaat. Goed gedaan, Amy. Ik vond de feedback van Maurice verrassend positief, eerlijk gezegd. Had ik niet zien aankomen. We schakelen over naar de chimpansees. Als je daar de eerste keer naar kijkt, dan ben je een beetje in de war. Omdat je eigenlijk verwacht dat deze persoon het onderwerp is. Ja, het is een hele bewuste keuze geweest om daar de focus op te leggen. Dat je niet ziet dat hij in een willekeurig bos staat, misschien met weet ik veel, een hond erachter of zo. Nee, hij is de apen aan het voederen. Ja, en dat heeft ze zelf bedacht, hè? Ja. Ze heeft niet nageaapt. Nee. Gedurfde keuze wel. Ja. Ja. Maar? Ja. Zo met het verhaal erbij is het eigenlijk best wel leuk. Kijk. Ja. Maurice wordt met de minuut enthousiaster op. Ja. Je hebt foto's die moeten even inwerken. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Dan nu de foto van Paul. Nou, het is, je ziet inderdaad die interactie met die sleutels en die appel eigenlijk. Dat het ook weer met voederen te maken heeft om de olifant ook dan naar het verblijf te brengen door die dikke poorten, want het zijn natuurlijk enorme beesten. Dus in die zin ook denk ik wel de beperking dat je wel de interactie met het beest, met de olifant wilde, maar toch ook niet heel veel bewegingsvrijheid hebt. Dus ik vind het wel een goede poging met het verhaal en zo. Ik zou me misschien zelf een stapje naar links hebben gezet, zodat het allemaal ietsje symmetrischer is en dat ik net nog iets meer die olifant in het gezicht kan zien, zeg maar. Dus dat is denk ik een beetje jouw aandachtspunt. Ik heb aardig in het veld lopen rollen, maar niet altijd het goede standpunt aan kunnen nemen. En ja, dat pak ik zeker de volgende keer mee. Ik ben wel blij dat hij aangaf dat bij de foto die ik uiteindelijk heb ingeleverd, dat er eigenlijk geen ander standpunt mogelijk was. Dat was dus ben ik wel blij mee, ja. Oké, het moment is nu echt daar. Voor wie valt het fotodoek? Nou, ik kan jullie vertellen, voor niemand. Want jullie blijven alle drie gewoon nog vrolijk meedoen. En dat hebben jullie te danken aan coach Laurens. Die heeft namelijk in de vorige aflevering bedongen dat zijn team intact kon blijven. Ja, gelukkig. Jee. Ja, ik had mezelf al bijna naar huis gebonjourd. Maar gelukkig, nee, is niet nodig. Volgende keer net zoveel spanning als vandaag. Die vond het onmogelijk om op grond van twee foto's al iemand weg te sturen. En dat maakt dat we die lijn door moeten trekken ook naar dit team, jouw team, ja. Maurice. Ik zie op jou heel veel opluchting. Ja, goed nieuws dus. Jullie zijn alle drie volgende keer van de partij. Ik ben blij dat ik nog één dag met de dames lekker op stap mag, minimaal. We hebben een superleuk team, het is supergezellig. Dus dan wil je zeker niet iemand missen. Ja, hele opluchting hè, dat als verrassing uit de hoge hoed kwam van Jochem. Dus ja, zeker blij mee. Volgende keer, ja, dat zeg ik er meteen bij, gaat er wel echt iemand weg. Ook goed nieuws, want dierentuin is nog een uurtje open, dus je kan nog even rondkijken als je dat zou willen. Hartelijk dank voor jullie inzet, tot de volgende keer. En dank voor jouw kundige oordeel, Maurice. Wil je meer weten over de kandidaten en de coaches? Of wil je de foto's uit de afleveringen nog eens een keer goed bekijken? Kijk dan op gld.nl/focus. Hier vind je ook exclusieve fotografietips en kun je je eigen foto's insturen. Tja, na een lange dag vol met zeekoeien, olifanten en chimpansees kan het team van Maurice, inclusief coach, opgelucht ademhalen. Dat betekent dat we volgende week weer verder gaan met het team van Laurens. Nu al wetend dat daar echt iemand af gaat vallen. Ik zeg tot volgende week, oftewel tot ziens.